gedaan. Eén keer per jaar mogen de honden uit Zoeterwoude het water van zwembad Haasbroek in. Op de laatste dag van het zwemseizoen nemen de viervoeters samen met hun baasje een duik in het buitenzwembad in Zoeterwoude dorp. Het is geen gewoon zwemmen. We hebben voor de zesde keer in de historie van zwembad Haasbroek het baas-hondzwemmen, ofwel het hondenzwemmen. En we hebben gelukkig het mooie weer meegenomen. Is dat niet slecht voor die honden in zo'n chloorbad zwemmen? Nee, want we hebben het chloor is uitgezet. En het effect van chloor is dat het heel snel oplost zodra het niet meer toegevoegd wordt. Dus daar hebben ze geen last van. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Nou, een leuke afsluiting van het seizoen. Het zwembad is met alle coronamaatregelen natuurlijk een maand later geopend. En we zijn ook een maand langer doorgegaan. En gelukkig hebben we dat kunnen doen. Dus uiteindelijk is ook ons zwembad weer vier maanden open geweest dit jaar. En vandaag is de laatste dag. En dan sluiten we traditiegetrouw af met het hond zwemmen. Britta, jij bent net met Dex het water ingegaan. Hoe is het om te zwemmen met je hond? Leuk. Waarom is dat zo leuk? Omdat je gewoon met je hond kan zwemmen en dan gaat hij achter je aan. En mijn is piept heel erg, omdat hij het heel spannend vindt. En wat doe je dan? Ja, ik blijf gewoon bij hem, want hij wil gewoon dat ik bij hem ben, zodat hij iets veiliger voelt. Nou, volgens mij kan hij niet wachten om weer met jou het water in te gaan. Ja, dat doet hij wel. Want hij gaat de hele tijd blaffen en piepen, want hij wil in het water, maar hij wil niet alleen. Nou, ga maar snel met hem mee dan. Ja.